Hallo Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Zoals jullie zien, uh, zijn er verschillende beelden van mij en Lara. Want het is namelijk. Uh, ja, wij zijn namelijk allebei thuis. En uh, we moesten een video opnemen, en dat wilden we graag samen doen. Dus dan doen we het even zo. We willen jullie namelijk wat informatie vertellen over de military in Boekelo. Uh, en ja. We zijn daar zaterdag 13 oktober en zondag 14 oktober. Dus allebei de dagen aanwezig. De dagen zijn cross-country en springen. We vinden het zelf super leuk om bij ze allebei te kijken. En we zullen op allebei de dagen op het terrein rondlopen. En. We zullen er denk ik wel bijna de hele dag zijn. Wij gaan er natuurlijk vloggen. En Lage neemt haar camera mee, zodat zij ook nog wat foto's kan maken. Ja, en als je ons ziet, spreek ons zeker even aan. Want dat vinden we altijd super leuk als jullie ons aanspreken. Weer een korte informatievideo. Sorry dat dit best wel vaak gebeurt. Daarom doen we het ook niet op de uploaddag zelf, omdat het gewoon een extra video is. Als ik het goed heb, begint de cross rond 9 uur en eindigt het rond half 5. Dus dat is wel een lange dag. Um, maar wel super leuk. Want er zijn natuurlijk veel deelnemers. En springen is van 11 tot 4. En dat is een kortere dag. Omdat springen iets minder mensen zijn of zo. Ja, iets minder lang duurt of zo. Per rondje. En uh, ja, ik heb er super veel zin in. Ik ook. Ja, dit was dus de video. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. En dat we veel van jullie tegenkomen. Nogmaals, daar wij er super veel zin in. En vergeet natuurlijk niet een blauw duimpje omhoog te doen. En nog te abonneren. En naast de abonneerknop ook even op het belletje te klikken. Zodat je op de hoogte blijft van ons YouTube kanaal. En wat we uploaden. En nog even in de reactie plaatsen wat je voor de volgende keer ons wilt zien doen. En hopelijk tot dan. Doei! Doei!